Namens uw kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Collecten. De collecten worden gehouden bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerkvoordij. En de derde voor het onderhoud van het kerkgebouw. De bussen bij de uitgang zijn dit kwartaal bestemd voor de Bonisa-zending. Diensten volgende week zondag 24 juli. En bij de diensten, zowel 10 als 6 uur, hoopt uw eigen predikant Domin van der Meer voor u voor te gaan. Tot zover deze mededelingen. We zullen deze dienst met elkaar gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, die zich een gemeente verkoren heeft ten eeuwige leven, en van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest die harten wederbaart gevende, verlicht de ogen des verstands. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voor door met elkaar te zingen, wel uit de 36e psalm en daarvan het eerste vers. 36 vers 1. Want trots gedrag des bozen doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Wat er verder op, psalm 36 en daarvan het eerste vers.
De schriftlezing van deze avond vindt u in Richteren 17. Wij openen vanavond met elkaar Gods heilig woord en wel in Richteren 17. Maar vooraf doen wij een belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we met elkaar zingen uit de 10 geboden des Heren en daarvan het derde vers. De 10 geboden des Heren, het derde vers. Na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen werd er hem opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen vanavond met elkaar uit Gods woord, wel Richteren 17. Richteren 17, te beginnen bij het eerste vers. En dan lezen Gods woord als volgt. En er was een man van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Micha. Die zeide tot zijn moeder, de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, onder welke gij gevloekt hebt en ook voor mijn oren gesproken hebt, zie, dat geld is bij mij. Ik heb het genomen. Toen zeide zijn moeder, gezegend zij mijn zoon de Heere. Alzo gaf hij aan zijn moeder de 1100 zilverlingen weder. Doch zijn moeder zeide, ik heb dat geld de Heere ganselijk geheiligd van mijn hand voor mijn zoon, om een gesneden beeld en een gegoten beeld te maken. Zo zal ik het u nu wedergeven. Maar hij gaf het geld aan zijn moeder weder. En zijn moeder nam 200 zilverlingen en gaf ze de goudsmid. Die maakte daarvan een gesneden beeld en een gegoten beeld. Dat was in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis. En hij maakte een efod en terafim en vulde de hand van een uit zijn zonen dat hem tot priester waren. In dezelfde dagen was er geen koning in Israël. Een iegelijk deed dat recht was in zijn ogen.
Nu was er een jongeling van Bethlehem Juda, van het geslacht van Juda. Deze was een leviet en verkeerde al daar als vreemdeling. En deze man was uit de stad, uit die stad, uit Bethlehem Juda getogen om te verkeren waar hij gelegenheid zou vinden. Als hij nu kwam aan het gebergte van Efraïm, tot aan het huis van Micha om zijn weg te gaan, zo zeide Micha tot hem: van waar komt gij? En hij zeide tot hem: ik ben een leviet van Bethlehem Juda en ik wandel om te verkeren waar ik gelegenheid zal vinden. Toen zeide Micha tot hem: blijf bij mij en wees mij tot een vader en tot een priester. En ik zal u jaarlijks geven 10 zilverlingen en orde van klederen en leeftocht. Alzo ging de leviet met hem. En de leviet bewilligde bij die man te blijven. En die jongeling was hem als een van zijn zonen. En Micha vulde de hand van de leviet, dat hij hem tot een priester wierd. Alzo was hij in het huis van Micha. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij zoeken met elkaar Gods aangezicht in het gebed, om van hem een zegen te vragen over de prediking van zijn woord. Heer, het is in de weg van uw aanbiddelijke goedheid dat wij vanavond als gemeente met elkaar hier in uw huis mogen samen zijn om te luisteren naar dat wat u te zeggen hebt. U bent de Heilige, de Verhevene, die hoog boven ons woont en troont in de hemelse heerlijkheid. Wij zijn niet de gezondige mensenkinderen die onmogelijk voor u kunnen bestaan. Als we uw heilige naam dan aanroepen in het gebed, laat er dan ook eerbied en diep ontzag zijn, beseffende dat u heilig bent en dat wij zondaren zijn en dat wij zonder u en uw genade nooit voor u kunnen bestaan. En daarom vragen wij van u, Heere, zou u plaats willen maken voor uw genade in onze harten, dat waar het van nature niet is, dat genade verheerlijkt mag worden. Dat wij weten dat de genade die u verdiend heeft, Heer Jezus, door uw geest wordt toegepast aan ons hart. Want onze ziel nu gans meer laat, zal dan rein zijn en genezen. En wat is dat dan wonder van uw genade? Als dat wonder in ons leven heeft plaatsgevonden, als u naar ons heeft omgezien en uw genade in ons hart en leven heeft verheerlijkt, wilt u dat vanavond ook werken, Heere, dat er meerdere toegebracht mogen worden tot de gemeente die zalig wordt. En u bent die God die van het geven niet armer en van het inhouden niet rijker wordt. Bezoek ons dan alle met uw zegen, Heere. Doe ons deel in het heil dat nooit vergaat. Blijf tot in der eeuwigheid, dat wij van kunnen spreken dat u naar ons heeft omgezien in onze verlorenheid, dat u genade verheerlijkt heeft en dat we uw eigendom mogen zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Dan zijn we de gelukkigste van alle mensen, dan hebben we eeuwigheidsperspectief. Dan mogen we weten dat als we uit het leven worden weggenomen, we eeuwig bij u mogen zijn, om u eeuwig te loven, eeuwig te prijzen. Heere, zie dan in gunst en genade op ons neer in dit avonduur. En wilt u geven dat wij van uw geopende oren zullen ontvangen, maar dat bovenal ons hart ontsloten wordt, en dat de woorden des eeuwige levens ingang vinden in ons hart, zodat het ons tot eeuwige zegen zal mogen zijn. Heere, wat heeft u een aandacht aan ons besteed? Vanmorgen mochten we luisteren naar uw woord, dat u tot ons zegt en gij
Als gebed ga in uw binnenkamer. Is dat nodig, Heere, dat wij die tijden van afzondering kennen voor uw aangezicht. Zij geen binnenkamer hebben. Zij die afzondering in ons leven niet kennen. Waarin we alleen met u wensen te zijn. Het is goed om met ons gezin te zijn. Als we gezin mogen hebben om met elkaar te spreken. Over de dingen van uw koninkrijk, met elkaar te bidden. Maar er kunnen ook van die strikt persoonlijke dingen zijn. Die zozeer ons gezin niet aangaan. Maar ons persoonlijk zijn voor u. En dan is het zo nodig om al die zorgen en al die noden aan u voor te leggen. Daarom zegt u tot ons, ga in uw binnenkamer en sluit de deur achter u. Lonk niet heimelijk meer naar de zonde. Geef de zonde in uw leven geen kans meer, geen plaats meer. Maar breek ermee. Heere, wilt u het ons leren? Dat de invloeden van de boze en van de zonde achter ons gelaten mogen worden. Niet dat wij het kunnen, maar u wilt dat wij de deur dicht zullen doen. En dan zult u ervoor zorgen dat ons leven een ander leven zal worden. Wilt u geven dat ook de prediking van vanavond aan ons hart gezegend mag worden. Als het over heel andere zaken gaat. Als het gaat over Micha en een eigenwillige godsdienst. Een dienaar van u, maar naar zijn eigen idee. Naar het goeddunken van zijn eigen boze hart. O Heer, met een eigenwillige godsdienst. Gaan we zo onze eigen ideeën hebben over het dienen van u, maar wat niet naar het woord is, dat zal geen dageraad hebben. Dan komen wij voor eeuwig om. Daarom vragen wij naar waarheid in het binnenste, Heere. Maak daar plaats voor in ons hart en leven. En laat het zo zijn dat wij vanavond horen hoe u niet gediend, maar ook hoe u wel gediend wil worden. Ook door ons. Wil dan zo met ons zijn, Heere. En ons een onvergetelijke dienst geven. Een dienst tot eer van uw grote naam en van uw grote deugden. Opdat u aan uw eer komt. Opdat u in ons midden verheerlijkt zal worden. Heere, daar heeft u recht op. En wilt u geven dat wij ertoe verwaardigd worden. Ook een middel in uw hand mogen zijn. Om goed en groot van u te spreken. Zodat de gemeente ook een diepe indruk van uw goedheid en van uw trouw en van uw liefde mag ontvangen. Wees met ons hier vanavond in de kerk. Wees met anderen die met ons meeluisteren, die vanavond met ons verbonden zijn. Wilt u thuis uw onmisbare zegen schenken? Wilt u zijn met heel deze wereld in nood? Wees met deze wereld die bloedt uit duizend zonden, duizend wonden. Want Heere, we leven in een wereld die naar het einde toe gaat. Maar Heer, als ze dan maar perspectief mogen hebben. Ze weten als deze wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheid. Dan zal de Heere mij thuis halen. Mag ik eeuwig bij hem zijn. Om hem ongestoord te dienen. Altijd te leven tot zijn eer. Dat we dan met de kerk van de verlosten mogen zingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En het is door u alleen om het eeuwig welbehagen dat wij hier mogen zijn. Wees op alle plaatsen, Heere, waar vandaag uw woord gepredigd zal worden in ons land. Ja, gedenk ook het werk van de zending in ons land. Want ons eigen Nederland is zendingsgebied geworden. De meerderheid doet niet aan godsdienst. De meerderheid weet misschien niet meer van u en van uw dienst. Heere, u maakt nog onderscheid waar het niet is. Wij mogen het wel weten. Wij mogen het wel horen. Wij zijn niet beter. Maar breng ons dan op de plaats waar we moeten komen. Ook met al de zegeningen die wij uit uw hand mogen ontvangen. Maar wees ook op alle plaatsen in deze wereld waar vandaag uw woord verkondigd mag worden. Ja, tot aan de uiterste der aarde. Wees met de kerk waar ze vervolgd wordt, verdrukt wordt vanwege uw naam en uw zaak en uw eer. Schenk mensen die vervolgd worden, Heere, ook getrouwmakende genade om u trouw te blijven. En wilt u ons maar geven dat wij jaloers mogen worden op die mensen
die u dienen met gevaar voor eigen leven. Met gevaar voor eigen leven samenkomen, Heere. Dan zijn wij rijk bevoorrecht. Het is alleen de vraag of wij dat voorrecht wel verstaan. En of wij de vrijheid wel aankunnen die gij ons geeft. Want die vrijheid die u ons geeft, dat kan ook een vrijheid zijn waarbij we u niet nodig hebben. En daarom vragen wij van u, Heere, gedenk aan deze wereld. Wilt u uw woord wereldwijd met uw zegen bekronen en brengen nog toe tot de gemeente die zalig wordt. Wees dan in ons midden met het luisteren en met het spreken. Schenk de hulp, de leiding, de bediening van uw geest. Laat het goed mogen zijn, Heer, in uw huis, Heere. Op en onder de kansel en thuis. En dat om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen. En wel uit de 97ste psalm, dan van het eerste en ook het vierde vers. 97 vers 1, God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En ook het vierde vers, dat hij de schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij en beeld durft eer bewijzen. Psalm 97 vers 1 en vers 4.
De tekst voor vanavond vindt u in Richteren 17, daarvan het 13e vers, en ook in hoofdstuk 18, daarvan het 24e vers. Richteren 17 vers 13 en Richteren 18 vers 24. Eerst Richteren 17 vers 13. Dan lezen we Gods woord, de tekst voor vanavond als volgt. Toen zei de Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb. Dan het volgende hoofdstuk, vers 24. Toen zeide hij, gij lieden hebt mijn goden, die ik gemaakt had, weggenomen. Mitsgades de priester, en zijt weggegaan. Wat heb ik nu meer? Wat is het dan dat gij tot mij zegt? Wat is u? Tot zover. Het thema voor de preek voor deze avond is de eigenwillige godsdienst van Micha. Een drietal gedachten. Ten eerste staan we stil bij een ingericht heiligdom. Vervolgens een leviet die op een weg komt. En tenslotte bedrogen uitgekomen. Dus nog een keer het thema. De eigenwillige godsdienst van Micha. Ten eerste een ingericht heiligdom. Ten tweede een leviet die op een weg komt. En ten derde bedrogen uitgekomen. Gemeente, vanavond wil ik u erbij bepalen hoe de Heere door ons wel en hoe hij door ons niet gediend wil worden. Waar hij gediend wil worden, dat weet u wel. Dat is naar zijn woord. Dat is naar uitwijzen van het woord van God. Hij heeft duidelijk in zijn woord gezegd hoe hij dus door ons gediend wil worden. Maar hoe hij niet door ons gediend wil worden, is naar het uitdenken van ons eigen boze verdorven hart. Naar het goeddunken van ons eigen boze en verdorven hart. Een eigenwillige godsdienst is een dienst waar ik zeg maar zo eigen mijn eigen ideeën heb, hoe de Heer mij door mij gediend wil worden. En hoe het ook wel kan, omdat het altijd niet op die manier hoeft, zoals het misschien in het verleden is geweest. We hebben daar een andere kijk op en we doen het zus en we doen het zo vandaag. Dus dienen van de Heer, maar zoals ik denk dat het goed is. Dat is een dienen van de Heer tegen zijn woord in. En dan zijn die dan vaak, ik kom als mensen tegen die zeggen, nou ik ga niet meer naar de kerk, maar ik ga naar die groep, want is het zo gezellig en dat voelt zo goed. Ja, ik kan wel zo goed voelen, maar met al mijn gevoel word ik bedrogen voor de eeuwigheid. Onze jongens en meisjes vanavond in de kerk weten wel waar de Heere gediend wilde worden, waar die plaatsen waren in het Oude Testament, waar God gediend wilde worden. Dat was eerst in de tabernakel die in Silo stond, en later in de tempel in Jeruzalem. Voor de ballingschap waren er geen synagogen, waren er ook, om zo te zeggen, geen kerken. Nee, iedereen moest voor de ballingschap met het gezin, zeker met de grote feesten, opgaan naar Jeruzalem om daar de Heere te dienen. De Heer wilde dat, omdat het niet plaatselijke gemeenschappen waren waar het dan anders aan toe ging tegen zijn woord in. Of dat het volk ook tot afgoderij zou vervallen of afgodische trekken zou gaan vertonen. En dat dit gevaar aanwezig is, dat zien wij vanavond als wij bepaald worden bij het leven van Micha. Wie was dat eigenlijk, die Micha? Waar het vanavond over gaat in de prediking van het woord. Micha was een man, hebben we gelezen, die in het bergland van Efraïm woonde. Een Efraïmstam was in het noorden van het volk Israël. En dat was ver van Silo verwijderd.
We zullen straks ook horen, omdat het ver van Silo verwijderd is, waren er veel mensen, ook uit Efraïm, die de moeite niet eens namen om met die grote feesten op te gaan naar Jeruzalem. Eigenwillige godsdienst. We komen het vanavond tegen bij Micha. Micha was een man die dus in het gebergte van Efraïm woonde. Of hij een godvrezende vader heeft gehad, dat weten we niet. Dat zal zeker een godsdienstige vader geweest zijn, dat in ieder geval. Want hij heeft zijn zoon Micha genoemd. En Micha betekent, wie is als de Heere? Of zoals wij wel met elkaar zingen, wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Micha dus een prachtige naam. Maar wat wij vanavond over Micha horen, dat is zo mooi niet, gemeente. Maar hij is wel een zeer godsdienstige man. Dat kan van hem gezegd worden. Dat zullen wij wel horen, dat hij zeer godsdienstig is. En dat hij zelfs een heiligdom heeft om de Heere in te dienen. Micha's vader blijkt gestorven te zijn, want over de vader van Micha lezen wij geen woord in ons schriftgedeelte. Maar zijn moeder leeft wel. En waarschijnlijk heeft zij de leiding op het boerenbedrijf, wat ze met haar man ook heeft gehad. En ze is schat en schatrijk. Want Micha steelt op een dag van zijn moeder. En ik weet niet of dat heel het vermogen is, maar een deel van het vermogen. Maar hij steelt op een dag van zijn moeder 1100 zilverlingen. Dat is een enorm bedrag, gemeente. Van de week lazen we aan tafel van David bij die dorschloe van Arauna. Als dat de pest in het land is, omdat de straf over zou gaan, dan koopt David de dorschloe van Arauna en dan koopt de runderen en de tuigen die ze aan hebben en de sleden die ze voorttrekken voor 50 zilverlingen. En als je dan over 12 keer zoveel hebt, dan heeft die vrouw een heel groot bedrag aan geld gehad. Wat Micha met dat geld wilde doen, dat is ons onbekend. Maar als zijn moeder op een dag bemerkt dus dat geld, dat er 1100 zilverlingen van gestolen zijn, dan weet die vrouw het van ellende niet meer. Dan ligt ze helemaal overhoop met zichzelf en dan wordt ze verschrikkelijk boos. Zo boos dat zij, zoals een oosterling dat deed in die tijd, een verschrikkelijke vervloeking uitsprak, ook naar Gods aangezicht toe, dat Heer hem moet straffen met een verschrikkelijke vervloeking. Ze roept de meest grote verschrikkelijke vervloekingen uit over degene die haar bestolen heeft. En niet alleen die haar bestolen heeft, maar ook degene die het weet wie de dief is en die zijn mond houdt. Want is medeschuldig aan het kwaad van de dief. Zo wordt er een verschrikkelijke vervloeking over de dief uitgesproken. Ja, en Micha is daar getuige van geweest, dat zijn moeder met verschrikkelijke vervloekingen gesproken heeft. En hij denkt, dat zal slecht mijn maf lopen, want ik ben die dief en ik weet ook waar dat geld bewaard wordt. Ik moet dat zeggen. Maar u begrijpt het wel, het valt natuurlijk niet mee. Als je eerst stiekem je moeder bestolen heeft, ze heeft niet gemerkt wie het gedaan heeft, en je hebt dat geld goed opgeborgen, zodat het niet gevonden kan worden. Misschien is het uren geweest, misschien zijn het dagen geweest, maar Micha heeft het zo ontzettend moeilijk voor zichzelf, ook vanwege die vervloekingen die zijn moeder heeft uitgesproken, dat hij dat geld geen dag langer meer bij zich houden kan. Al zijn rust is hem opgezegd. Denk dus aan die vreselijke vervloekingen die zijn moeder heeft uitgesproken. Daarom gaat hij naar zijn moeder toe en hij belijdt haar moeder, ik ben de dief,
Ik heb dat geld aan u ontvreemd, maar ik heb er ontzettend veel spijt van. En ik krijg er nacht mee slapen, lig helemaal overhoop met mezelf. En ik ben zo ontzettend bang voor de vloek die je hebt uitgesproken over degene die dat geld van u gestolen heeft. Kijk, en nu heeft Micha het niet alleen moeilijk, maar nu krijgt ook zijn moeder het ontzettend moeilijk en te kwaad met zichzelf. Want ze wil natuurlijk helemaal niet dat haar zoon die verschrikkelijke vervloeking zal treffen. En ze wil niet dat die zoon dus onder die vervloeking zal lijden. Ze wil haar zoon daarvoor bewaren. En daarom zal ze alles in het werk gaan stellen om die vloek van hem te weren. Daarom zegt ze, gezegend zijt gij mijn zoon de Heere. Dus die moeder die vervloekt en die moeder die zegent. Maar er is niets van de Heere bij. Ze is wel een godsdienstige vrouw. Maar het is geen vrouw die de Heere vreest. Dat blijkt ook wel uit het verdere wat we over haar zullen horen vanavond. Micha wil dus die 1100 zilverlingen waar hij eerst zo blij mee was. Maar dat geld dat brandt als het ware in zijn zakken. Hij wil het geen ogenblik meer bij zich hebben. Hij wil het aan zijn moeder teruggeven. Maar die moeder wil het niet terug hebben. Want als een flits is het door haar hoofd gegaan wat ze met dat geld zou moeten doen. Wat voor een bestemming het zou moeten krijgen. Daarom zegt ze, nee jongen, dit geld wil ik niet terug hebben. Want ik heb het de Heere geheiligd. Dit geld geef ik voor de Heere en voor de dienst van de Heere. En jij zult daar een grote rol in spelen. Dat geld zal een godsdienstige bestemming krijgen. Om daardoor de vloek die ik over jou heb uitgesproken, om die vloek van je te keren, zodat die vloek jou niet zou treffen. Ze zegt, ik heb het de Heere geheiligd. Zal de Heere toebehoren. Ik houd het voor de Heer en voor zijn dienst. Dat geld dat is als het ware een zoenoffer om de vloek ongedaan te maken. Daardoor zal de vloek van de Heere niet meer op je rusten, maar zijn zegen. Omdat Micha dat geld niet wil hebben, neemt zijn moeder het besluit om van dat geld voor dat bedrag een gouden en een gesneden beeld te laten maken. Maar goed, die moeder laat het even op zich inwerken en denkt, ja, dat is toch wel heel erg veel. Zo'n gigantisch bedrag voor een gesneden beeld. En een gegoten beeld, een gouden beeld. En ze denkt, weet je wat? Ik zal er 200 zilverlingen van nemen. Dan laat ik zo'n beeld van goud en een gesneden beeld, een houten beeld dus van maken. En ze gaat naar een goudsmid. En die is van harte bereid om een gouden beeld en om een gesneden houten beeld voor haar te maken. En als het af is, het is geweldig. Ziet er zo mooi uit. Zo prachtig dat beeld, die beelden. Zo mooi. Het is eigenlijk veel te mooi om dat in huis neer te zetten. Ze is er ontzettend blij mee. En zo krijgt die droeve geschiedenis toch een prachtig vervolg voor hen. Dat gesneden beeld en dat gouden beeld dat ze had laten maken, die krijgen een plaatsje, zegt vers 5, in Micha's godshuis. Uit dat gegoten en gesneden beeld is het ons duidelijk dat hier sprake is van eigenwillige godsdienst. God dienen dus zoals je het zelf wil, maar niet naar uitwijzen van zijn woord. Want wat hier gebeurt, dat is rechtstreeks in strijd met het tweede gebod. Gij zult geen gesneden beeld maken. En dat hier sprake is van een eigenwillige godsdienst, dat blijkt ook wel hieruit dat Micha de moeite niet neemt om met de grote feesten op te gaan naar Jeruzalem, nee, naar Silo, waar de tabernakel staat. Hij vindt, zoals velen uit Zedam, die reis vanuit het noorden naar het zuiden van het land veel en veel te ver. Daarom heeft hij zelf maar een heiligdomje gemaakt, zelf een tempeltje gebouwd, omdat hij van mening is dat de Heer daar ook wel in gediend kan worden en dat je er heus niet voor naar Jeruzalem hoeft te gaan. Ziet u? Een eigenwillige godsdienst.
En eerlijk gezegd vindt hij het ontzettend knus om daar te zijn. In zijn eigen heiligdom. Het is er lang zo druk niet als in Jeruzalem. Hij kan de zaken veel beter op zich in laten werken. En in dat heiligdom krijgen zijn beide beelden een plaats. Geweldig toch? Hij is er zo ontzettend blij mee. En zijn moeder niet minder, want het is van haar uitgegaan. Ja, en dan gaat het van kwaad tot erger. Want als je in de zonde valt, gemeente, er is geen einde aan. Het gaat van kwaad tot erger. Want nu Micha een gouden beeld, een gouden beeld heeft dus. En een houten beeld. Dat hebben we gemaakt door de goudsmid ook, door de kunstenaar. Ja, nu moet de zaak natuurlijk compleet worden. En dan moet hij ook een efod hebben en een terafim. Door het maken van een efod, van een geheiligd priesterkleed met een urim en een tumim, zoals dat gebeurde ook onder het oude verbond, willen wij natuurlijk naar Gods wil vragen. Dat gebeurde, ging naar de priester, vroeg naar Gods wil. En dan een urim en een tumim en dan werden er stenen geworpen. En dan gaf hij aan hoe de Heere over bepaalde dingen dacht. En dat wil deze man ook naar zijn privé heiligdom halen. Net zoals de priester in Jeruzalem in de Silo sprak, zo moet er ook hier in zijn heiligdom gesproken worden. Hij valt dan mee in dezelfde zonde als Gideon. Want Gideon heeft natuurlijk prachtige dingen gedaan. Het volk verlost van de vijand. Maar die is ook gaan dwalen. Die hadden ook zo'n efod. En dat werd als God vereerd. Want ze noemen dat Baal Beret. Baal, dat is een godsnaam van de afgoden. En Beret van het verbond. Dus zeg, dat is de God van het verbond. En in dezezelfde zonde valt nou ook Micha. Net als Gideon in zijn tijd. En Micha maakte ook een terafim. En u weet, een terafim, dat is een afgodsbeeldje. U weet dat uit de geschiedenis van Rachel. Rachel met Jacob meegegaan is naar Canaan. Heeft ze dat de terafim, dat beeldje, gestolen van haar vader. Het is een afgodsbeeld dus. Nou, dat maakt hij ook. Dat past ook precies in zijn heiligdom. En als dat alles een plaatsje in Micha's heiligdom heeft gekregen, ja, dan knikken Micha en zijn moeder natuurlijk hartelijk elkaar toe en vinden dat de Heer nu wel heel erg tevreden mag zijn dat zij hem op deze wijze dienen. En zou de vloek daardoor niet in een zegen veranderd zijn? Geweldig toch? Zo'n prachtig heiligdom. Zo'n prachtige kapel waarin zij samen kunnen komen. Maar weet je wat nou zo jammer is, denkt Micha? Dat het alleen maar voor de grote feest is. Eigenlijk zal hier in dit prachtige heiligdom van mij, met die gouden beeld en met het houten beeld en met die efod en met die terafim, er zal natuurlijk elke dag, zeg maar, dienst gehouden moeten worden. Want dan is de zaal compleet. Wij zouden zeggen, dan moet er is een gemeentetje en er is geld genoeg. Want straks zullen we horen dat er een profeet wordt aangenomen en die krijgt 10 zilverlingen per dag, per jaar bedoel ik. Ja, dan kunnen ze 90 jaar vooruit met het bedrag wat ze overhouden. Dus het is zo dat er aan geld geen gebrek is. Ze kunnen doen wat ze willen. Het is compleet. Dan moet een dominee komen en dat is in die tijd een priester. En die vinden ze ook, geen enkel probleem. Want een van de zonen van Micha is wel zo begaafd. Zoveel kennis van de Bijbel zouden we zeggen. Dat Micha denkt, die moet priester worden in ons gezinnetje. Die moet priester worden in mijn heiligdom. En Micha zegt tot hem, joh, als je nou priester wordt in mijn heiligdom, dan zal ik je er rijk voor belonen. En als die jongen in een heiligdom als priester zijn werk doet voor dat gouden beeld en voor dat houten beeld, ja, en voor die efod, ja, dan zijn die vader en die grootmoeder zo ontzettend gelukkig dat ze dat allemaal mogen meemaken, dat het in een heiligdom gebeurt. Wat is het toch lief, hè? Wat is het toch prachtig wat in dat heiligdom gebeurt. Indrukwekkend zoals de jongen zijn werk doet in een heiligdom.
En dan zeggen ze het onder elkaar, wat is de vloek voor ons toch in een bijzondere zegen veranderd? Vind je ook niet, zeggen ze tot elkaar. Het lijkt allemaal zo mooi, gemeente, maar het is niet zo mooi. Hun dienen van de Heere is geen dienen zoals de Heere dat wil. Want die wil geen afgoderij en die wil geen beelden die hem moeten voorstellen, zoals in het huis van Micha. Maar het is een eigenwillige godsdienst. God dienen dus naar de verdorvenheid, het goeddunken van je eigen boze hart. Israël was in die dagen heel ver, dat begrijpt u wel, heel ver van de Heere geweken. En daarom staat er niet voor niets in het volgende vers, in vers 6. In diezelfde dagen was er geen koning in Israël en iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Dat was kenmerkend voor de tijd van Micha. Maar daar hadden die moeder en die zoon geen enkel besef van. Ze zijn van mening dat zij de Heere dienen zoals het hem behaagt. En ze denken dat zij de Heere juist mee hebben. Ja, en dat ze zelfs in Gods voorzienigheid dus in contact komen met de rondzwervende leviet. En daarom worden we in de tweede plaats bepaald bij een leviet dus die op een weg komt. Want op een dag komen zij in contact met een leviet die uit de stam van Juda is, die uit Bethlehem Juda komt, dus uit Bethlehem, en naar het noorden van het land, naar de stam van Efraïm is gekomen om daar werk te zoeken. En als deze leviet langs het huis van Micha komt en Micha hem aanspreekt, dan vertelt die leviet aan hem dat hij werkeloos is en dat hij op zoek is naar werk. En nu kunt u zien, gemeente, hoe bedriegelijk een eigenwillige godsdienst is. Want Micha is er zeer verwonderd over. Hij ziet er Gods leiding in. Dat hij nou juist deze leviet mag ontmoeten. Want wat zou er zegenrijker zijn voor hem als hij deze leviet in dienst neemt. En als hij voor hem priester zou zijn in zijn eigen. Dat is nog veel mooier dan dat zijn zoon dat werk doet. Daarom zegt Micha tot hem, jij bent op zoek naar werk, jij bent werkeloos, ik heb een heel goed plan. Word priester in mijn heiligdom. Bij mij heb je gratis kost en inwoning. En ik geef je 10 zilverlingen per jaar, dat is je zakgeld. En dat is een heel ruim inkomen. Nou, die leviet vindt dat natuurlijk ontzettend aantrekkelijk. En ze worden het zo met elkaar eens. Hij zal priester worden in het heiligdom van Micha. Daardoor is Micha ervan overtuigd dat de Heere met hem is. En u ziet dat de naam van de Heere in onze tekst met 5 hoofdletters geschreven staat. Daar staat in het Hebreeuws dus de naam Jehovah. Daar staat Yahweh. En daarom zegt Micha, omdat hij een tempel heeft en een gegoten beeld en een gesneden beeld en nu nog een priester in dienst heeft ook. Hij denkt en hij zegt dat de Heere, de God van het verbond, de God die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken zijner handen, dat die heilige verbond Jehovah met hem is. Daarom zegt hij, nu weet ik, nu ben ik er zeker van, ik ben ervan verzekerd dat de Heere aan mij wel doen zal. Maar met die zekerheid waar hij op bouwt en op vertrouwt voor de eeuwigheid, zal hij bedrogen uitkomen. Want met een eigenwillige godsdienstgemeente bedrieg je voor de eeuwigheid. Dat Micha's godsdienst niet voor God kan bestaan, is duidelijk. Want de Heere heeft het ook zo uitdrukkelijk in zijn woord bevolen. Dat geldt ook voor Micha dus, dat wij geen gesneden beeld mogen maken en God door dat gesneden beeld mogen vereren en hem aanbidden, dat we ons niet voor zo'n beeld mogen buigen. En dat doet Micha nu juist wel. Hij buigt zich voor dat beeld.
En daardoor is hij een overtreder van Gods geboden. En zal de Heere hem helemaal niet wel doen, zoals hij beweert? Micha mocht van de Heere helemaal geen heiligdom maken, om dan voortaan maar thuis te blijven uit Gods heiligdom. Hij mocht zijn huis niet bouwen voor zichzelf en hij mocht helemaal geen priester in zijn dienst nemen om voor hem afgoderij in dat heiligdom te verrichten. Maar met de heiligheid van Gods geboden neemt Micha het dus helemaal niet nauw. En deze man die zich op zo'n gruwelijke wijze bezondigt aan Gods geboden, horen wij in onze tekst zeggen, ik weet, ik ben er zeker van, ik ben ervan verzekerd dat de Heere mij wel doen zal. De grond van zijn zekerheid, je zou zeggen de grond van de zekerheid van zijn geloof, dat is een zondige priester die hij in zijn dienst heeft. Maar voor de zekerheid des geloofsgemeente hebben wij wel een andere grond nodig dan een goddeloze, dan een zondige priester in onze dienst. Paulus heeft het ons in ieder geval heel anders geleerd. Want Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En dan zeg ik erbij, Jezus Christus en die gekruisigd, dat is het enige, dat is de enige grond voor ons behoud, gemeente. De Heer Jezus is het enige fundament van de zaligheid waar wij ons op kunnen bouwen, om ons aan ons kunnen toevertrouwen, waar wij ons dus op mogen verlaten. En omdat de Heer Jezus de grond van Micha's zaligheid niet is, maar zijn grond voor de zaligheid een zondige priester is, die zijn werk voor een beeld verricht, zoals God niet gediend wil worden, komt hij, dat begrijpt u ook wel, bedrogen uit voor de eeuwigheid. Micha staat niet op het enige en op het vaste fundament van de zaligheid. Maar staan wij dat wel, gemeente? Staan wij wel op die vaste grond der zaligheid Jezus Christus en die gekruisigd? Mogen wij daarvan weten dat die grond ons gegeven is? Er was Maarten Luther, ontmoette in zijn dagen een boertje die tot hem zei, Luther, jij hebt een gans andere godsdienst in het leven geroepen, je hebt een andere godsdienst ingevoerd. Maar Luther zei tot hem, ik heb geen nieuwe godsdienst ingevoerd, maar ik verkondig het woord van God zoals hij dat wil, zodat is in, zoals hij zich heeft bekendgemaakt door middel van zijn woord. En voor die waarheid van Gods woord zul jij ingewonnen moeten worden, wil je behouden worden. Maar dat boertje antwoordde, van mijn kinderjaren af aan heb ik altijd goed geleefd. Ik heb trouw gebiecht. En ik heb altijd alles gedaan wat de kerk van me vraagt. En daardoor ben ik ervan verzekerd dat het met mij goed af zal lopen als ik sterf. En denkt u, gemeente, denkt u nou echt dat dit boertje de enige is die zo denkt? Ach, er zijn er zoveel die een eigenwillige godsdienst op nahouden. En die net als Micha denken, ben zo slecht nog niet. Een ijveraar voor de Heer en voor de dienst van de Heer. En ik bid en ik dank elke dag en ik lees uit de Bijbel. En ik ga trouw naar de kerk en ik neem al mijn godsdienstige plichten waar. En ik stem in met het woord van God. En ik strijd zelfs voor de waarheid. En daarom denken zij dat de Heer hen wel doen zal. Maar de grond van mijn zaligheid, gemeente, de grond van onze zaligheid wordt nooit in ons gevonden. Niet in ons, niet in onze werken. Want wij zijn zo trouw niet, al geven wij misschien wel hoog van onszelf op. Nee, gemeente, de grond van ons behoud ligt buiten onszelf.
en Jezus Christus de Heere. Als wij nooit hebben geleerd, gemeente, wie we zijn in onszelf, nooit zondaar voor God geworden zijn, nooit geroepen hebben uit de diepte van onze ellende tot de Heere, of Hij ons zou willen verlossen, of Hij ons zou willen schenken wat we nodig hebben. Als wij niet weten van het ontdekkende werk van God, de Heilige Geest, als we ons dus nooit in onze verloren staat hebben leren kennen, niet weten dat we door het geloof gerechtvaardigd zijn, dat de verdiensten van Christus zijn ons zijn toegepast, gemeente, als we daar niet van weten, kunnen met alles wat we meegemaakt hebben, alles wat we doen voor de Heer en zijn dienst, we kunnen onmogelijk voor Hem bestaan. En daarom, gemeente, houd er maar geen oppervlakkige godsdienst op na. Denk niet, ik doe dit en ik doe dat en ik doe zus en ik doe zo. Zal de Heer wel blij mee zijn. Al het onze komt, alles tekort. Het is alleen in Christus te vinden wat we nodig hebben om voor God te kunnen bestaan. En daarom is het zo groot, gemeente. Ze staan in het geloof. Staan op die vaste grond der eeuwen. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat we Hem kennen door een waar geloof. Als u niet weet dat uw zonde om Christus wil vergeven zijn, en van mening bent dat in Christus te geloven ook wel goed is om voor God te kunnen bestaan, dan vergist u zich. Als u er een oppervlakkig godsdienstig leven op nahoudt, zal de Heer u niet wel doen. Al denkt u dat misschien wel. Dat de Heer ons wel doen zal, daar is dus iets anders voor nodig. Daar is genade voor nodig. Genade die de Heer Jezus verdiend heeft door zijn lijden en sterven en door de Heilige Geest wordt toegepast aan ons hart. Zonder genade, zonder het toepassende werk van God de Heilige Geest, kunnen wij niet voor God bestaan. Wij moeten dus weten van hart veranderende en hart vernieuwende genade. En zo niet, sta je buiten de zaligheid. Alleen als je de zaligheid buiten jezelf in de Heer Jezus hebt leren zoeken en daar deel aan hebt gekregen, dan is het wel met u. Dan alleen kun je op goede gronden zeggen, nu weet ik dat de Heer mij wel doen zal. Maar dan is het uit enkel genade. Om Jezus wil. Zonder enig verdienste van onze kant. Maar toch zijn er die van Gods genade in Christus niet weten. Die vinden dat hoeft allemaal niet zo in onze tijd. Mag het ook, kan het ook wel anders. Die niet weten dat het offer van Christus is toegepast aan het hart. Die toch roemen in de Heere. En die van mening zijn dat het wel met hen is. En die neerzien op die arme tobbers. Die bedroefd over de aarde gaan. Omdat ze niet voor God kunnen bestaan. En er naar verlangen om te weten dat hun zonde en om Christus wil vergeven zijn. Die er naar uitzien om zijn eigendom te mogen zijn voor tijd en eeuwigheid beide. En die mensen die er anders over denken, die er ook een eigenwillige godsdienst op nahouden, zoals God dat niet geopenbaard heeft in zijn woord, ze zeggen tot iemand, zo iemand die het moeilijk heeft met zichzelf, man, waar loop je toch te tobben? Weet je wat je moet doen? Je moet geloven. Jij moet geloven dat jouw zonde jou om Christus wil vergeven zijn, dat Jezus voor jou heeft betaald. Vertrouw erop, man. En als je het niet doet, ja, dan komt er geen blijdschap in je hart. En dan wordt dat treurige nooit weggenomen. Maar aan dat geredeneer heet zo'n arme tobber natuurlijk helemaal niets. Ze niet mee geholpen. Want ze weten maar al te goed dat het offer van Christus toegepast moet worden aan een hart. Maar dan weten zij die een eigenwillige godsdienst erop nahouden helemaal niet van. Met zo'n geloof kom je dus bedrogen uit voor de eeuwigheid. Met zijn godsdienst en zijn priester. Waardoor Micha dacht dat de Heer nou met hem was.
is hij ook bedrogen uitgekomen. Micha zei dat hij ervan verzekerd was, dat de Heer met hem was. Maar die verzekerdheid van Micha duurde niet zo heel lang, gemeente. Want we hebben gelezen, en je kunt het lezen verder ook in hoofdstuk 18, dat er 5 mannen uit de stam van Dan gekomen zijn. Zijn op weg naar het noorden, in de stam van Efraïm naar Laïs. Omdat de stam van Juda van Dan zo overbevolkt is, want ze hebben nooit de heidenen verdreven, hebben ze allemaal gespaard. En nu kan de stam van het grondgebied van Dan kan de mensen niet meer bevatten. En nu hebben ze gehoord dat er in het noorden van Efraïm nog gebieden zijn die heel dun bevolkt zijn. Daarom zijn ze op weg naar Laïs. Ze wilden dus gaan verhuizen, een soort volksverhuizing. Een deel van de stam van Dan wil daar naartoe trekken. En daarom sturen ze 5 mensen, je zou zeggen 5 verspieders vooruit, om te bekijken of daar ook grondgebied voor hen is waar ze kunnen gaan wonen. En die 5 mannen komen voorbij het huis van Micha en ontmoeten nou juist buiten dat huis ook de priester. En ze horen direct aan de spraak en het dialect van die priester dat hij hier niet vandaan komt. Dat hij elders uit het land komt. En dan zeggen, ja, maar wat doe jij nou hier? Wat is de bedoeling dat je hier bent? En dan vertelt die priester hen dat ze hier een heiligdom hebben. Met een gesneden beeld en met een gouden beeld. En een efod en een terefim. En dat hij hier de priester is. En dan kun je, gemeente, wel zien hoe ver het bondsvolk in die tijd ook van de Heer is geweken. Want het was toch de tijd dat er geen koning was, dat een ieder deed wat recht was in zijn ogen. Je kunt zien hoe ver het bondsvolk van de ware dienst van de Heer vervreemd was. Want dan vragen die 5 verspieders aan die priester of hij God wil vragen of een weg met vrede zou zijn. Dat mag wel aan de priester in het heiligdom gevraagd worden, maar niet aan een soort privépriester. Dat is zeer ongepast. Maar goed, ze doen het wel, want ze zijn ook ver van het fundament geweken. Ja, en dan gaan ze. En dat zal enige tijd later zijn. Dan komt er een hele groep uit de stam van Dan. Trekt naar richting Laïs. Boven in de stam van Efraïm. En er zijn 600. U kunt het in hoofdstuk 18 lezen. U moet het vanavond maar eens lezen. Komt een hele groep mensen aan. Onder leiding van 600 gewapende mannen. Zijn de mannen, zeg maar, met hun gezinnen. Zijn op weg naar Efraïm. Boven het land. Om daar te gaan wonen. En die hele groep mensen. Misschien wel met een paar duizend mensen. Die komen langs het huis van Micha. En dan zeggen die 5 verspieders, oh ja, dat is waar ook. Hier zijn we een poosje geleden geweest. Weet u, zeggen ze tegen de anderen, hier is een tempel. En hier is een efod en een terefim en een houten beeld en een gouden beeld. En in dat heiligdom is ook een priester. En dan kunt u weer zien hoe ver het verbondsvolk van de Heer geweken is. Want die mensen uit de stam van Juda willen nou al die attributen uit dat tempeltje, uit het huis van Micha meenemen, om dat over te planten in hun eigen gebied. En op deze wijze de Heere, de God van Israël dienen, zoals hij dus helemaal niet gediend wil worden. En terwijl al die emigranten, die 1000 man, 1000 mensen misschien, voor dat huis van Micha staan, zijn het die 5 verspieders die in het huis binnengaan. En ze nemen dat gegoten beeld en dat gesneden beeld en die efod en die terefim, ze nemen alles mee. En als de priester dat ziet, kun je echt zien dat hij een huurling is. Dat hij alleen maar dient om geld. Maar dat hij een huurling is, ziet hij alles aan. Wordt niet boos, maar zegt alleen, wat doen jullie eigenlijk? En dan zeggen ze, joh, hand op de mond, niks zeggen. Gewoon met ons meegaan. Want je kunt beter priester zijn van een halve stam zoals bij ons, dan dat je alleen maar priester bent voor een gezinnetje. En dat voorstel dat vindt
Die priester geweldig, want nou kan hij promotie maken natuurlijk. Van een gezinnetje kan hij overgaan naar tientallen gezinnen. Om daar op zijn wijze de Heer te dienen. Hij neemt dat voorstel aan en gaat mee naar het noorden. En dan komt Micha later op de dag thuis. En die ziet hij tot zijn grote schrik dat heel zijn heiligdom is leeggeroofd. Al die dingen weg zijn. En dat ook zijn priester er niet meer is. En dan weet hij het niet meer van ellende. En onze derde gedachte, Micha, is met zijn eigenwillige godsdienst bedrogen uitgekomen. Als hij met zijn godsdienst, maar vooral ook met zijn priester, die hij zelf in dienst genomen heeft, bedrogen is uitgekomen, dan roept hij zijn buren en zijn bekenden tezamen om die dan niet hun achterna te gaan, om al die efod en die terefim en dat houten beeld en dat gouden beeld en de priester om het alles terug te halen naar zijn eigen huis. En als Micha dat volk dan eindelijk heeft ingehaald, en dan doen ze alsof er niks aan de hand is. En dan zeggen ze, wat ben je voor gekomen? Want er staat, wat is u dat gij bijeengeroepen zijt? Waarom ben je ons achterna gereisd? Wat is er aan de hand? En dan begint natuurlijk Micha heel zielig te klagen, dat begrijpt hij wel. Gelieden dat mijn goden die ik gemaakt heb, dat is verschrikkelijk als je zelf goden gemaakt hebt, grote zonde. Als je gelieden hebt, mijn goden die ik gemaakt heb, weggenomen, mitschades de priester, en zij het weggegaan, en wat heb ik nu meer? Of anders gezegd, jullie hebben mijn heiligdom leeggeroofd, en nou heb ik helemaal niets meer. Met stellige zekerheid had hij eerder gezegd dat de Heer hem wel doen zal. Maar nu is hij zijn zekerheid helemaal kwijt. Het fundament waar hij meende te staan heeft het begeven. Daarom jammert hij van ellende uit. Wat heb ik nu meer? Met zijn beelden, zijn efod, zijn terefim en zijn priester. Hij is alles kwijt. En daarom zegt hij, wat heb ik nu meer? Of anders gezegd, ik heb helemaal niets meer. Van David, gemeente, staat het anders. Als David voor Saul gevlucht is in het land van de Filistijnen en eerst met de Filistijnen mee zou trekken, Saul tegemoet mocht hij niet meegaan en dan ging hij terug. En dan komt hij terug waar die vrouwen en die kinderen en de bezittingen waren. En dan komt hij terug en dan is er niets meer. Alles geroofd. Zijn vrouwen en de vrouwen van al die andere mannen die met hem waren, alles geroofd, de vrouwen, de kinderen, de bezittingen. En staan de mensen tegen David op en zeggen, het is jouw schuld dat dat alles gebeurd is. En wat staat er dan van David? Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Bij alles wat hij kwijt was, hij is alles kwijt van de wereld hoor. Alles wat hij kwijt had, had hij zijn God nog over. En ontving hij van de Heere kracht. En de Heere gaf hem uitkomst. Maar als ze dan niet in alles meegenomen hebben, dat Micha zo dierbaar was, dan heeft hij werkelijk niets meer over. Ziet u nu gemeente hoe gevaarlijk het is om de hoop van je zaligheid te bouwen op je vrome godsdienst. Maar niet op het enige fundament van de zaligheid, Jezus Christus. Ik waarschuw ervoor om het huis van je hoop niet te bouwen op een eigenwillige godsdienst, zoals het ook wel kan. En dat hoeft allemaal niet zo. En onze tijd zien we dat wat anders. En dat kan ook zo. Bouw uw hoop daar niet op, gemeente. Want je komt ermee om. Op een grond die geen enkele waarde heeft voor de eeuwigheid, zul je dus omkomen. U kunt wel roemen, kunt juichen, kunt geloven. Maar als de genade die Christus verworven heeft niet in uw hart en leven verheerlijkt wordt, als u de Heer Jezus niet leert kennen als uw borg en zaligmaker, gemeente, dan komt u straks voor eeuwig om. Dat zou wat zijn toch? Als je dacht in te gaan met je eigenwillige godsdienst en straks krijgt te horen, ga weg van mij. Gaan werken doen, dan heb je helemaal niets
Waarom? Omdat u die borg en zalig maken, Jezus Christus, niet heeft leren kennen voor eigen hart en leven. Het fundament waarop u dacht te staan, heet het begeven. Je bent er doorgezakt. Kijk, en dan kom je voor eeuwig om. Maar wat is het groot als u mag weten dat de Heer Jezus uw borg en zaligmaker geworden is. Want dan ligt hij voor zijn rekening, voor tijd en eeuwigheid beide. Dan heeft hij uw schuld van u overgenomen en uw schuld voor u betaald. En omdat u op dat fundament van de zaligheid gebouwd bent, dat fundament dat alleen voor God kan bestaan, is het zo groot dat er gelukkig van ons niets bij hoeft om in te gaan in de eeuwige vreugde des Heren. Aan het werk van de Heer Jezus dat u geschonken is, waar u deel aan gekregen heeft, dat werk heeft eeuwigheidswaarde, dat zal eeuwig bestaan. Van uzelf hoeft u niets meer mee te brengen. Van uzelf heet u ook niets meer. Maar dan heeft u alles in hem. En wat is dat groot? Dat je alles in hem mag hebben die u lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dan mag u door het geloof met Paulus zeggen, en dan heeft u dat ook zeker. Micha dacht dat hij zekerheid had en hij zakte door zijn zekerheid heen. Ja, was het maar dat we door onze zekerheden doorzakten en dat we op de grond van het behoud zouden komen, dan was het nog wat anders. Maar Micha was al zijn zekerheid kwijt. Maar als u genade mag kennen, gemeente, mag u door het geloof met Paulus zeggen, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Gemeente, wat een heerlijke toekomst heeft aan ieder die de Heere vreest. Maar als u het toch heimelijk nog van uw eigenwillige godsdienst verwacht, van uw nette vrouw, van uw nette leven, van uw vrome leven, en nooit zondaar voor God geworden bent, komt u om. Preek er dan mee. Als u vanavond gehoord heeft wat er nodig is om zalig te worden, als u moet zeggen, ja, ik ben ook eigenlijk die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, wat er toch eigenlijk wel heel over, ik ben het daar niet mee eens, en ik ben daar niet mee, ik denk dat het zus moet, ik denk dat het zo moet. U moet naar het woord leven, zoals de Heere dat geopenbaard heeft, zoals hij dat bekend heeft gemaakt in uw leven. En was dat groot, gemeente? Wat is ten zegen als je door genade kunt zeggen, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal. Maar niet omdat u een leviet, omdat u een priester in uw dienst heeft genomen, maar omdat u mag weten dat Jezus Christus uw hoge priester geworden is. Amen. Zingen met elkaar als antwoord op de prediking uit Psalm 89. De 89ste psalm. En daarvan zingen wij het 17e vers. Waar we met elkaar gaan zingen. 89. Daarvan het 17e vers. Hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad. Gij hebt de rechterhand verhoogd van die hem haat. 89, het 17e vers.
Wij zullen met elkaar de Heer danken. Heer, heb dank dat wij vanavond met elkaar in de rust en de stilte van uw huis bijeen mochten zijn en ongestoord naar uw woord konden luisteren. Hebben gehoord hoe wel gediend wil worden, ook hoe u niet gediend wil worden. Niet op onze eigen wijze, waar wij ons goed bij voelen. Dat we denken, nou maar zo kan het ook wel en zo hoeft het vandaag de dag niet meer. Heren, we komen er voor eeuwig mee om. O, dat wij toch door die grond zullen zakken van het behoud, waarvan we dachten dat het voor u kon bestaan. Opdat wij doorzakken en komen op die ene grond van het behoud, Jezus Christus en die gekruisigd. Heb ons vanavond ook gepredikt hoe u door ons gediend wil worden. Gediend naar uitwijzen van uw heilig woord. En wilt u maar geven, Heren, dat het zo in ons leven mag zijn. En we hebben vanavond bij Micha gezien dat hij zich met allerlei dingen op de been dacht te houden. Maar hij is ermee omgekomen. Toen hij zijn spulletjes kwijt was, was hij alles kwijt. En toen David alles kwijt was, had hij u over. En dat is het grote verschil. En wilt u maar geven, Heren, dat het ook zo in ons leven mag zijn. Ook als wij slagen krijgen te verwerken in ons leven. Dat we onszelf niet trachten te helpen. Dat we tot u zullen vluchten zoals David deed. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. En de Heere gaf hem uitkomst. Gaf hem kracht naar kruis. En wilt u zo voor ons zorgen, Heere. Ja, ook voor ons. Wilt u geven dat uw woord wat vanavond gebracht is ook thuis nog mogen overdenken. Dat we erover na zullen denken. En af zullen vragen, hoe is het nou in mijn leven? Weet ik van Gods genade in mijn leven? Ben ik gerechtvaardigd door het geloof? Is de verdienste van Christus door de Heilige Geest toegepast aan mijn hart? Dan kunnen we zeggen, mijn ziel nu gans melaats is rein en genezen. Wilt u ons dat schenken? Wees het naprediken van het woord. Wilt u genadig verzoening doen over alles wat niet voor u kon bestaan. Met spreken, maar ook met luisteren. Maar het goede achtervolgt dan met uw zegen. En laat ons maar benauwd zijn voor een eigenwillige godsdienst. En nagaan voor onszelf hoe het nou met ons voorstaat op weg en reis naar de eeuwigheid. Wees met ons allen, Heren. Als we nu naar huis gaan, brengt u veilig thuis. Geef nog een gezegende zondagavond. Wees ons ook in de komende week nabij. Als we ons werk nog hebben, hier de kinderen nog naar school zullen gaan. Heren, gedenk aan een ieder. Wilt u ons bewaren en sparen waarvoor te bewaren zijn. Als de vakanties aanbreken, mensen hier en daar naartoe gaan, misschien tot ver over de grenzen van het land heen, maar bewaar de gemeente, Heren. Neem niemand van ons uit het leven weg. Dat we na de vakantie ook allen weer met elkaar hier in uw huis mogen samenkomen rondom uw woord en uw eeuwig blijvend getuigenis. Heer, wat een wonder. Wat u van zondag tot zondag ons onderwijs zult geven. Mest leggen om onze levensboom. Opdat die boom die van nature niet anders voortbrengt dan stinkende vruchten. Vruchten zal voortbrengen van bekering en geloof. Wees zo met een ieder van ons. Breng ons veilig thuis. Plaats waar wij verwacht worden. En als er vanavond niemand op ons wacht, omdat we alleen in een leeg huis komen, wilt u dan geven dat het wel eenzaam is, maar met u gemeenzaam. Heren, schenk zo aan ons alle wat nodig is. En dank voor alles wat u gaf. Deze dag zegen uw woord, Heren. En geef dat het hier gehoord mag worden. Deze en die is in Sion geboren. Verhoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte met elkaar uit Psalm 37, daarvan het 14e vers. 37 vers 14, waar we zingen: wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor
in weldoen onvermoeid. Wat er verder volgt, Psalm 37, daarvan het 14e vers. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.